Patty Bart zette rem op een mogelijk vervolg van de Videoland-serie Patty en elke andere serie over haar leven. In een interview met Beaumonde onthult de 68-jarige TV-persoonlijkheid dat ze haar man Antoine van de Vijver heeft gevraagd haar tegen te houden als er plannen zijn voor een tweede serie. De vijfdelige dramaserie Patty, die in februari op Videoland verscheen, baseerde zich op het leven van Bart. Het creatieproces omvatte diepgaande interviews waarin ze alles over haar leven moest vertellen. Deze ervaring bracht emotionele en intense momenten met zich mee, en Bart realiseerde zich dat ze bepaalde nare gebeurtenissen uit haar verleden mooier had voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. Ze kwam tot de ontdekking dat ze nog lang niet alles had verwerkt. Hoewel Patty volgens Bart een grote lijn van haar leven vertelt, ziet ze geen hel meer in het verkennen van de vele zijlijnen die nog uitgediept kunnen worden. Ze wil niet meer door die emotionele rollercoaster gaan en wijst op de meningen die ze onvermijdelijk weer over zich heen zal krijgen. In de serie Patty worden de rollen van de jonge en oudere Bart vertolkt door Mae Brood en Eva van der Weideven. Andere acteurs zoals Jim Backum, Nadia Hupscher en Doak van Dijk spelen eveneens belangrijke rollen in de dramaserie.